En de start is gevallen. Start valt, midden van de baan Budweiser DF goed weg. Aan de wenenzijde is Da Vinci Quick nog sneller. En aan de buitenzijde ligt Ejak Valboko helemaal aan de buitenzijde Baby Blue. Ze gaan de paarden de eerste bocht in en daar is Da Vinci Quick als eerste, springt Budweiser DF weg. Die wordt naar de buitenkant genomen en neemt ook gelijk Ejak Valboko mee naar buiten. Uitgeschakeld nummer 2, uitgeschakeld nummer 4. Paul Agoort was nog nooit zo dicht in de buurt van het bord Pik Meerkruiser Grauw. En dat was veel dichter dan hem lief was. Nu is hij weer in het tweede spoor beland. En zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Kooijman kijkt eens achterom. Die denkt, wat is er achter mij gebeurd? Dat kan hij vanavond alweer terugzien op YouTube. Want dan staat deze koers er alweer op. Leider is dus Tom Kooijman met Da Vinci Quick. Op de tweede plek aan de buitenkant Ejak Valboko. Daarachter aan de reling zijde Baby Blue. En dan volgt daarachter You Can Call Me L. Vijfde plaats erachter is voor Dion Tesselaar met zijn debutant. En dat is Glenn's Girl. En daarachter volgt in het tweede spoor dan DJ. Zo gaan de paarden de bocht door, terwijl het donker wordt boven Wolvenga. En dat zijn donkere wolken die heel Nederland blijkbaar al gehaald hebben. Alleen hier zijn ze nog niet. Nu zijn ze er ook en we hopen dat het een beetje droog blijft. We hebben nog een paar koersen te gaan. Leider komt inmiddels de rechte lijn voor de tribune in, Da Vinci Quick. En na het passeren van de finish nog één volledige ronde te gaan. Aan de buitenzijde Ejak Valboko komt ietsje dichterbij. Kooijman ziet hem ook komen. Daarachter aan de relingzijde volgt Baby Blue. En daarachter You Can Call Me L. Zo gaan ze de laatste ronde in. Tempo ligt niet al te hoog. De leider is nog altijd Da Vinci Quick. Aan de buitenzijde Ejak Valboko. You Can Call Me L volgt Ejak Valboko als een schaduw. Daarachter aan de relingzijde Baby Blue. Daarachter volgt Glenn's Girl en daarachter DJ. Ze gaan de paarden de rechterbocht door. En Kooijman heeft nog altijd een lengte voorsprong. Kijkt nog een keer om en denkt, wanneer komt die Agoort nou? Die Agoort zal toch wel een keer komen. Dat doet hij inderdaad ook wel. Maar waarschijnlijk wacht hij tot het laatste stukje. Vorige week ging Ejak Valboko hier in de aanval van achteraf. Toen kwam hij in de laatste bocht in de problemen. En nu houdt Agoort hem heel goed vast. En wacht hij tot waarschijnlijk na de laatste bocht. Hij komt inmiddels wel al naast de leider. Leider is Da Vinci Quick. Ejak Valboko daarnaast. Die loopt wat naar buiten, Da Vinci Quick. Binnendoor zou Baby Blue kunnen gaan. Dat gaat Baby Blue nu ook proberen. Maar dan komt hij weer terug naar binnen. En Ejak Valboko heeft de leiding inmiddels overgenomen. Ejak Valboko is de nieuwe leider. En inmiddels pakt hij 3-4 lengte voorsprong. En is hij halverwege de laatste bocht. Nummer 8, galop nummer 8. Ejak Valboko, daarachter You Can Call Me L. En op plaats 3 aan de buitenzijde komt naar voren DJ. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. En het is Ejak Valboko die makkelijk leidt. Heeft een lengte of 4-5 voorsprong. Tweede plaats al even makkelijk You Can Call Me L. En plaats 3 ligt nu weer Glenn's Girl. Die komt terug aan de binnenzijde. Zo gaan ze op de streep af. En Ejak Valboko gaat hier heel makkelijk winnen met zijn trainer. Kwestie van vasthouden. En dan wint hij hem heel makkelijk. Ejak Valboko de winnaar. Tweede plaats You Can Call Me L. Derde de 1 Glenn Skull. En vierde wordt DJ.